De reden om de wagen te laten taxeren kan zeer divers zijn. In de meeste gevallen is het een verzekeringsmaatschappij die bij aanvang van een contract vraagt om een terdege staat van bevinding en waarde van een auto te kennen. Daarnaast zijn er ook mensen die geen omniumverzekering nemen, die toch als zeg maar, stok achter de deur een onafhankelijke vaststelling op voorhand willen hebben van hun wagen. En dan zijn er tenslotte nog mensen die bij aankoop van een auto een inspectie en waardebepaling willen om te weten of datgene dat ze kopen of dat dat wel in orde is. En ook mensen die bij verkoop van hun auto dat willen laten vaststellen en een beetje als commercieel argument gaan gebruiken. En tot slot zijn er dikwijls advocaten of notarissen die in het kader van een successie vragen dat een wagen of een collectie getaxeerd wordt. Bij een taxatie is het belangrijkste punt waar dat ik altijd mee begin, is een duidelijke identificatie van de wagen. Dus merk, chassisnummer, motornummer en documenten worden zeer nauwgezet nagekeken dat alles is wat het werkelijk zou moeten zijn. En dan in tweede instantie wordt er gekeken in een aantal rubrieken, chassis, carrosserie, motor, mechanische delen, interieur, elektriciteit enzovoort. In welke staat dat het zich bevindt? Is het nog origineel? Is het gerestaureerd? Is het nog authentiek of is het een gekopieerd of nagemaakt deel? En wordt dat rubriek per rubriek beschreven en wordt er een evaluatie, een staat opgekleefd per rubriek? En op het einde wordt er een algemeen beeld van de auto geschetst en daar ook een staat aan gekleefd. En tenslotte uiteraard een bepaling van de waarde. En dat gebeurt op basis van vergelijkend marktonderzoek en ja, veilingresultaten, catalogici, advertenties van andere auto's enzovoort. Wat we wel opmerken is dat origineel deze wagen Solix carburatoren had moeten hebben en deze wagen had Weber carburatoren. Dus hier zijn de verschillende carburatieversies op de 356. Die had hem moeten hebben, deze heeft hem. Is niet echt een grote minderwaarde omdat die Weber carburators beter zijn voor het rijden. De kleur. Aan de kleurcode konden we zien 6406. Dat was origineel Irish Green, dus een donker groen. En nu heeft hem de kleur Slate Grey 6401. Is een kleine minderwaarde, maar niet enorm, omdat het ook nog een originele kleur van dat jaar zelfs had kunnen zijn. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit dan toch eerder naar een authentieke, ongerestaureerde wagen in perfect onderhouden staat en met een volledig gekende en gedocumenteerde geschiedenis. Dat is momenteel voor mij het summum op autogebied. En het wordt hoe langer hoe zeldzamer.